Goedemiddag op deze vrijdag 11 januari 2019. En welkom bij mijn vakantievlog. Ik ben nu nog thuis. Ik ga vanavond om 7:45 hier de deur uit. Dan brengt mijn moeder me naar Leusden, waar ik op een bus ga stappen die mij en nog heel veel anderen naar Oostenrijk gaat brengen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb echt... ik verheug me er al heel lang op. Doe dit al jaren. Ja, jullie hebben het in mijn andere video's natuurlijk ook kunnen zien. Dat ik fervent wintersporter ben. En echt heel veel zin heb in deze vakantie. Hier zie je de inpakravage. Dit is een tas, die neem ik mee in de bus. Daar zitten eten en drinken in voor onderweg. Maar ook mijn slaapmasker, mijn kussentje... Mijn tablet gaat erin. Dat soort dingen. Dit is mijn koffer. Hier zitten onderop mijn skispullen. En bovenop ook nog gewone kleding die ik meeneem voor 's avonds. Ja, en dan ben ik er klaar voor. Mijn laatste vlog staat nu in de render. Die heb ik net geëdit. En dan ben ik echt helemaal klaar om op vakantie te gaan. Dus superleuk. Ik zie jullie vanavond in de bus als we vertrekken. Hi, we zijn er klaar voor. De bus nog niet, want het is pas 9:15. Maar in principe kunnen we. Wat een afgrijzelijk licht is dit. Het is niet beter op, maar goed. De bus gaat zich nu vullen, maar het is nog een beetje leeg. Daarom dacht ik, ik film nu alvast even. En dan gaan we het zien. Het is al vrij donker buiten. Even op de rest wachten. Hi. Ik heb je even ingezoomd. Kun je even je verhaal vertellen? Welk verhaal? Over Jean. Wat? Over Jean. Jean. Het is de leukste buschauffeur die ik tot nu toe heb gezien. Mooie hondjes van het zien. 17, 18. Ja, komt u maar. 19, 20. We zouden het even tellen. Ga verder. We moeten alleen nog vragen of hij getrouwd is. Nou, daar heb je nu zo'n 12 uur de tijd voor. 12, 14. 14, ook goed. Succes. Nou, we zijn vertrokken. Het is niet gelukt. Nou ja, 7 uur is uitslapen. Het is hartstikke donker, dus je ziet echt helemaal letterlijk niemand. Maar, staat hij net even stil. Goed, we zijn vertrokken. Goeienacht. De eerste tussenstop is een feit. We staan kijken of ik dat kan laten zien daar. Met z'n allen voor de wc te wachten. Er is natuurlijk maar één invalide toilet en we zijn met een hoop rolstoelen. Ze bouwden het niet. Ja, nou, kom, hè. Sommigen zijn wakker, sommigen niet. Ik heb al wel eventjes geslapen. En als iedereen naar de wc is geweest, dan gaan we weer verder. Goedemorgen. Eerst tweede stop van de ochtend. We waren hier om 7:30. Zijn we gestopt. 7:15 zijn we gestopt. Hallo. Dan ben ik weer je naam kwijt. Ja. Erg, hè? Jessica. Jessica. Ik wou Cynthia zeggen. Dit is Jessica. Jessica is voor het eerst mee. En die vindt sneeuw heel vervelend. Ik zeg, dan krijg je nog een leuke week. En we hebben niet weer geheel onbelangrijke koffie. We zijn bij McDonald's aanbeland, maar ik heb alleen even gekocht. En koffie en de broodjes in de bus straks. En hoe lang was het daar nog rijden? 4 uurtjes. 3 uur met de auto. Dus 4 uur met de bus. Nou, dan gaat het voorspoediger dan ik had voorzien, eerlijk gezegd. Een groot stuk zit erop. Ja, daarom. Nou, ik tune wel weer even in als we er zijn. Zo, we rijden weer. We hebben net even in de file gestaan. Maar kijk, jongens, hoe mooi. Geweldig hier. En... Aan stil geen gebrek, zullen we maar zeggen. Even kijken of het met de achterburen gaat. Hoe gaat het met de achterburen? Prima. Ja, op zich, we zijn er nog. Goed zo. Nog niet weggelopen? Nee. Nee, goed zo. Oh, nou is de uitzicht een stuk minder. Dat is dan weer een beetje jammer. Ja.
we zijn er! De eerste dag meestal. En de andere dagen gingen we... Het is 2 uur, dus na 15 uurtjes in de bus zijn we er. Nou, we zijn er een paar keer, 1,5 uur uit geweest, natuurlijk 2 keer. Dus 12 uur gereden. Dag heren, we zijn er! Hey, eindelijk! Jammer dat er geen sneeuw ligt. De bakker. Even kijken, de skiverhuur zit hier ergens. En nu gaat de bus achteruit parkeren en dan gaan we iedereen gedag zeggen. Ik moet dus lekker gegeten, maar het was veel te druk om daar en te doen om te vloggen. Eerste dag zit dat moes? Ja, best wel. Ik ook. Welterusten tot morgen. Goedemorgen. Het is dag 2. Tenminste, eigenlijk dag 1, want we gaan vandaag pas echt skiën. We hebben lekker geslapen, toch Marink? Ja. Marink heeft ook lekker geslapen. Ik doe later deze week nog even een roomtoertje en mijn roomie voorstellen. Ik neem jullie vandaag ook niet mee. Het sneeuwt enorm. Volgens mij kan die camera daar helemaal niet tegen. Dus later als het droog is op de piste, dan gaan jullie ook nog een keer mee die kant op. Maar voor nu wens ik jullie een fijne dag en zie ik jullie vanmiddag weer. Goedemiddag. We zijn terug van het skiën. Wat een dag. Het was niet mijn beste dag. Laat ik het daar ophouden. Ik heb betere dagen gekend, maar ik heb het ontzettend leuk gehad. Het was een uitdaging op alle fronten, maar vooral ook het weer. Want het sneeuwde echt heel hard. Dus we hebben alles een beetje proberen te drogen te hangen en te leggen. En op de verwarming. En dan kijken of dat goed gaat. Marinka is nu even aan het douchen. Ik ga zo douchen. En dan even warm worden. Hi, dit is... Hoe heet je jezelf even warm? Want ik weet het niet meer. Stephanie, Bianca, die vergeet het altijd. Ja, dus schrik. Ik ken je 1 dag. Altijd. Hallo, hoe vaak heb je hem al gezien? Dat is wel waar. Dat is wel waar. En hier hebben we Jeroen en... Nee! Dit is zo slecht in namen, jongens. Jessica. Kijk, Jessica. En we hebben lekker salade vet gehaald. En dit is een beetje hoe de eetzaal er hier uitziet, jongens. Een hoop stoelen, een hoop mensen. En een hoop gezelligheid. Dus eet smakelijk. En ik wil ook even zeggen, eet smakelijk. Smakelijk. Gisteravond niet meer afgesloten, want de camera lag op de kamer en Marinka sliep al toen ik kwam. Dus dat ging niet. We hebben, kijk, hier zijn onze bedden. Daar heeft zij haar koffer. En hier heb ik de mijne. Nog wat kleren daar. Een stoel daar. En nou ja, zo redden we het prima met z'n tweeën. Vandaag nog weer een sneeuwdag. Dus weer de camera niet mee. Want ik ben echt als de dood dat hij nat wordt en het niet meer doet. Maar als het goed is, vanaf morgen wordt het beter weer. Dus dan kan ik de camera wel gezellig meenemen. Ik ga me even klaarmaken voor deze dag en dan zie ik jullie zo weer. Wacht even, maar dan moet je opletten, want ik niet vertel. Ja, dat is jammer, hè? Dat is jammer. 8:45 proberen we hier in het restaurant te verzamelen. Geef een kleine speluitleg en dan gaan we beginnen. Probeer mensen. Ik ben nou een soort vliegende kip. Weer Pieter. Eén moment, dames en heren. Pieter heeft nog wat te zeggen. Ik heb een vervanger. Jij is Simon. Ja! Oké. Simon. Hey, Simon! En jij komt ken alles. Wat zei je, Simon? Dat gaan we gewoon doen. Ja? Oké. Nog meer mensen die wat van leven willen? Het is nu je moment. Grijp het. Nee? Klaar. Oh, wacht even. Martien. Martien is een hele rustige jongen. Die zit hier achterin. Die is echt, dat je zegt van, dan merk je bijna niet dat hij er is. Ik wil graag Fred even bedanken voor zijn onuitwisbare indruk en de hulp die hij verleend heeft. Dankjewel, Fred. Wow. Dan ga ik even naar Fred. Want Fred heeft er ook mee, jongens. En als je zo oud bent als ik en met een kinderreis bent mee geweest, dan heeft Fred er een, die moet dan ook even doen hier. Ja, kom, Fred. Zeker. Even jellen. Even jellen. Hebben jullie lekker geschiet vandaag? Yeah. Hebben jullie lekker geschiet vandaag? Wat een enthousiasme. Oké, prettige avond.
avond. Oh, voor de liefhebbers. We hebben geen eigen avondprogramma, maar wel standaard bij de VGW-reis. Vanaf een uur of 9, dingel, karaoke. Dit was even een kleine indruk van hoe de avond het er onder teet aan toe gaat. Erg gezellig dus. Wat ga je doen? Naar de dingel. Wat ga je daar doen? Karaoke. Zeven nou, up drinken. Veel plezier. Dankjewel. Het is dinsdagochtend. Dat is een vrije ochtend. En wat doe je als je een vrije ochtend hebt? Dan zit je gezellig met z'n allen om 8 uur aan het ontbijt. Ja, waarom zou je uitslapen, hè? De rest is begeleiders, vrijwilligers. Die gaan vanochtend een ochtendje skiën. Vrij skiën. En wij mogen vanmiddag weer aan de bak. Laten zien. En dit is hoe de hotelgang eruit ziet. Vol met stoelen en andere dingen. Hier staat zelfs een gewone stoel op de gang, omdat die in de kamer waarschijnlijk in de weg staat. Kan hier allemaal gewoon. Echt super. Vanavond hebben we karaokeavond, dus daar ga ik ook weer wat beeldjes van maken. En nou, als het goed is hebben jullie al van de piste aardig wat beelden gezien inmiddels. Wel met de mobiel gefilmd, want ik durf mijn camera toch niet mee te nemen.
Omdat ik gewoon bang ben dat die of kapot gaat of nat wordt of wat dan ook. Dat vind ik echt zonde. Dus dat ga ik niet doen. En ja, en deze vlog zal in twee delen komen. Omdat die te lang is voor één vlog. En ik het ook jammer vind om er heel veel uit te knippen. Omdat gewoon alles leuk is wat we deze week doen. Dus vandaar. Ik heb net een vlog, een video geëdit voor de VGW-site. Die komt vanavond online. Die hebben jullie als het goed is al gezien. Als jullie daar ook geabonneerd zijn, zou ik leuk vinden als jullie dat doen. En dan wacht ik even tot die uitgerenderd is en dan ga ik hem online plaatsen. En dan ga ik nu eventjes in de tussentijd weer naar beneden.